elke keer als ik bij de huisvestcentrale van Alkmaar er langs kom, dan geeft dat elke keer weer een kick. En dan denk je, wat is dat nou? Nou, dat is, zou je kunnen zeggen, heel duidelijk. Omdat hier een van de topstukken van Bonnema is gecreëerd. En dat is niet niks. Het heeft een mate waarvan men wel eens zegt, het is een kathedraal van de moderne tijd. En nou is dat een beetje gek natuurlijk om over een kathedraal te spreken als je over het verbranden van huisvuil spreekt. Maar het geeft wel aan dat hij een opgave heeft moeten realiseren die van een omvang is die inderdaad wel te vergelijken is met een kathedraal. Je kunt dus niet zeggen, er is hier bescheidenheid betracht. Nee, er is heel duidelijk gekozen voor een daad. En dat geeft al aan, dat is Bonnema ten voeten uit. Dat is niet bescheiden, dat is met kracht en overtuiging. Weet die drommels goed wat hij moet maken. Daarnaast is ook de hele verschijning, behalve dat het natuurlijk een enorm volumineus gebouw is geworden, is het ook enorm schitterend in zijn kleur gekozen. De complementaire kleur van het groen, want alles is groen eromheen, daar hoort rood bij. Ik zei meneer Bonnema, ik wil heel graag de kleur bepalen van het gebouw, maar naar mijn idee moet het rood worden. Achteraf bleek dat Bonnema zelf dat ook gewild had, maar dat dat in de procedure dan niet uit was gekomen. Dus we zaten op één lijn en toen was het nog het punt van welk rood kies je dan? En de firma die de platen levert, die hadden natuurlijk een aantal standaardkleuren. En terwijl ze hier, zou ik zeggen, een leverantie mochten doen van heb ik jou daar, zaten ze te zeuren over iedere proefplaat die gemaakt moest worden. Want ik wilde op de maat van de beplating, ik weet niet meer precies de maat, precies de afmeting daarvan, maar laten we zeggen dat het 1,50 bij 3 meter is. Pas wanneer je op die maat een kleur uitprobeert, dus niet een klein staaltje uit een waaier, want daar kun je niks aan zien. Met zo'n groot staal, dat hing dan op de bouwplaats. En dan kon ik bekijken hoe bij verschillend licht en vooral bij het vallen van de avond, die kleur dicht bij zijn karakter bleef en niet enorm transformeerde. Je hebt kleuren die, zou je kunnen zeggen, die wapperen met het licht mee en die worden daardoor steeds anders. En je hebt kleuren die kunnen dan ook ineens wegzakken als kleur. En je hebt kleuren die overeind blijven en ik wilde graag een kleur die overeind bleef. Ik neem ook aan dat in dat gebied Bonnema als een bok op de haverkist heeft gezeten, want die laat zich dat niet een oor aan naaien in dat opzicht. We staan nu weer bij een heel ander gebouw van Bonnema. Het pengebouw, alweer van een tijdje terug, heel anders dan de huisvuilcentrale, die heel pregnant in het landschap staat. Als je hier van een beetje afstand aankomt, moet je gewoon het gebouw gaan zoeken. Beetje overdreven natuurlijk, maar het geeft wel aan dat dit een heel ander concept is. Schitterend ligt het hier. Er is gestreefd voor de bewoners, de mensen die hier werken, om hier een heel huiselijk, hele intieme ruimte te hebben. En dat is geweldig gelukt in samenspel met het hele buitenterrein, of binnenterrein zou ik mij moeten zeggen, want het landschap, wat is karakteristiek voor Noord-Holland, ook het water. Dat is gewoon helemaal ingedrongen in dit gebouw. Een prachtige tuin, nog ontwerp van Mien Ruijs. In samenspel dus met de architect tot een soort paradijs is er geschapen.
heel intiem, helemaal veel meer naar binnen gekeerd. Bij dit gebouw heb ik ook nog leuke persoonlijke herinneringen aan Bonnema. Bonnema die een keer voor collega-architecten hier een heel verhaal heeft afgestoken in dit gebouw. Ik weet dat hij allemaal ook twijfels uitsprak. Dat was heel leuk, omdat je dat niet verwachtte van Bonnema. Dat hij, of hij het nou allemaal wel goed gedaan heeft. Hij had ook hele twijfels toen of hij het toch niet in een veel cubistische vorm had moeten maken. Dus allemaal rechte doosjes. Ja, dat is het niet geworden, maar het is toch boeiend om dat van een auteur eens te horen. Nu gaan we hem zien als tekenen. En nu gaat weer dus leren bouwkunde. Dus ik denk, ik ga wel aardig tekenen. Nu gaat wel graag dat ik in het vak trogging. Dan denk ik, kom maar naar Delft. Dus ik ben naar Delft gegaan. Maar het vak heb ik van u huid leren, net in Delft. Het bouwen, hoe het maatje maakt. Hij zei altijd, de ingenieurs en de architecten maatje wel een mooi schetsje en een mooi perspectief en een mooi geveltje. Maar het maakt echt nog een keer makker worden, zei hij. En dat kan je nooit voor die prijs, voor dat budget. Dat zei hij echt tegen mij, dat is wel wat moois maken, jongen. Maar dat kost wel twee keer zoveel wat die man betalen kan. En die oren heb ik net maatje. Het is geen postzegel, zei hij, dat hij even zou opplakken ging op een brief. Het maakt echt nou logisch maken. Dus ik had van hem geleerd, als ik het ontwerp meer, dat ik echt dacht hoe je het maatje moest. En net alleen nog hoe je het maatje moest, maar hoeveel tieten en hoeveel handelingen iemand maatje maakt. Dus, en dat is, ik heb dan een soort oud leerlingen van uw huid bij mij op het bureau. En die denken extra. En daarvoor ben ik altijd een beetje trots op dat we eigenlijk nooit meer werk gaan. En ik altijd van het budget bouwen. De meeste net volmaakt. Dus de meeste denkt aan het volmaakt gebouwmaatje. Dus die ontdekt altijd wat dingen erin zitten. Dat je dat beter kan. Hè? En als ik de volgende keer toch beter dan. Nou, doe je het weer beter de volgende keer. Dan is echt weer beter. Maar dan ga je weer wat oors. Dan zeg je wel verdraaid. Dus dat weet ik net. En altijd die architecten die roepen van, ik heb een tijdloos gebouw gebouwd. Die tref ik dan. En ik zeg, hou op man. Dat zullen die leren. Hè? Dat zullen die leren. We zijn inmiddels weer bij een heel andere Bonnema terechtgekomen. Heel andere materiaaltoepassing en een heel ander programma. We zijn nu echt beland bij woningbouw, een woningbouwcomplex. En het interessante van dit woningbouwcomplex was dat het helemaal in een heel andere methode opgebouwd zou worden. De zogenaamde houtskeletbouw. Dus de gebouwen zijn volledig uit hout opgebouwd. En behalve dat is er sprake van een hele compacte bebouwing. 70 woningen per hectare. Dus heel dicht op elkaar. Toch heeft iedereen volledige privacy gekregen. Dus heel knap opgelost. Grote vrijheid voor de bewoners. Het was destijds een heel nieuw concept. Terecht heeft Bonnema toen in een prijsvraag, want er zijn vele architecten bezig geweest met deze methode, heeft hij de prijs gewonnen en is dit complex gerealiseerd in Alkmaar. De Alkmaarders noemen het dan wel het Indianendorp. Of dat een compliment als compliment bedoeld is, dat weet ik niet. Het lijkt me ook niet zo interessant. Voor ons is het een grote aanwinst en mogen we blij zijn dat Alkmaar zo'n brok wooncultuur heeft kunnen realiseren. Goedemiddag, ik kom voor de tentoonstelling van Bonnema. Dat kan. Ik heb hier een plattegrondje voor u. Als u door die deur de trap naar beneden gaat, komt u zelf bij de tentoonstelling. Dank u wel. Veel plezier. Dank u. We zijn nu in het museum.
bij de tentoonstelling en waar dus de vele foto's en maquettes staan van het werk van Bonnema. Een prachtige aanvulling na ons bezoek aan de diverse projecten in Alkmaar zelf. Interessant, Bonnema die in het verleden prachtige werken heeft gerealiseerd. Een zeer veelzijdig werk, vele projecten. We zien Bonnema, en zo heb ik hem ook ervaren in de gesprekken die ik wel met hem heb gevoerd. Een gedreven man, humor had hij, een vakman en geen flauwekul. Ik denk dat zijn werk de tijd zal doorstaan, doordat hij eigenlijk geen modieuze grappen wilde en dat heeft hij ook nooit gedaan. Hij heeft gewoon de essentie van de werken bekeken en die vorm gegeven. Tijdloos zou je dit in de meest wezenlijke betekenis van het woord kunnen noemen. Het zit er nog 40 jaar in het hoes en het is eigenlijk het balorige ontstaan. Je studeert oor en nou, dan ben je, dan heb je een hele hoop haaimaai krijgen en dan word je dat aan iedereen vertellen. En dat ging net. Dus mijn ideeën waar ik kwam, dan zijn ze begonnen met een mooi verhaal. En je had misschien wel gelijk, maar het gebeurt net. Dat is de hele zaak. En ze binnen eigenlijk een hele hoop de dingen in het hoes maken. Want ze zijn mijzelf wel, door hetzelfde bij jezelf in de tuin. Ik denk, ze gaan gelijk. En toen had ik een hele hoop dingen in het hoes maken. Houten schuttingen in de kamer. Dus alles houten wanden, groen om. Dat woonde ze nooit, dat ik een hoes verbouwen, een kamer moest verbouwen. Dan mocht ik wel een stikje wand maken. Maar net groen om, dan zijn ze wel naar die sigarenkistje weg. Als ze dan de tekening zeiden, en dan zei stonden die planken net verticaal. Ik zei, nee, die ben lezend. Dan zei Bonnema, maar dat meen je ook dan net, zijn ze dan. Nee, ik zei, dat meen ik wel. Ah, ze wilde ook een schutting in de kamer. Gebeurt net. Dus dat vier van die dingen. Of ik een bungalow weer kon ontwerpen. En dan zeggen ze een bungalow en dan zijn ze, we kunnen net zo goed tekening lezen, maar het lijkt er wel op dat het al je glazen groen om is. Dat al je eerste glas, ik kom het in een glas in de hoesten, ben ik. Nee, er binnen maar een paar stukjes glas. Toen zei ze, ja, maar wat is dat dan? Dan zeggen ze wel in de trosteden. Ik zei, dat is glas. Waar zit dat dan? Nou, ik zit op 2 meter hichten. Kun je rechts zien, op 2 meter hichten zit dat glas hier helemaal. En dan zei ze, maar we op een stoel zitten, dan moeten we zitten. Ik zei, ja. Hij zei, oké, we doen in een plassenbonnen, maar dat wordt niet in de schorken, weet niet. Maar zelf maar dan.